Hallo mensen van Mountain Down in Brikkelsup Gameplay, dit is... Ja, Ayodi, Ayodi. En vandaag doen we iets waar iedereen van Mountain Down van houdt. Springende ballen, na de intro! Vandaag zijn wij hier samengekomen voor springende ballen. Jumping balls! Jumping balls! Ik wil nog steeds een jump map. Ik hoop dat het een jump map is. Het ziet er alleen verschrikkelijk moeilijk uit, Jordi. Oh jee, wat hebben we gedaan? Wat heb je gedaan? Dit is sowieso een funnel. Ik spring, kijk, jump map, ik spring. Woe! Ja, spring met die ballen. Waar ging je? Oh, ho, 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 ho. Oké, okay, dat is niet... Ho, 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 dat was... Oh, hallo Hey, daar. Spring erin, Rick. Hop, het, ik zit erin, Jordi. Nee, Jordi, stop! Kut! Wat doe je? Ik ben dood. Wacht, dat wil ik ook. Even testen. Ja. Oh, testen dat is ook goed. Echt dood gaat. Hij doet het hoor, okay. Hij doet het. Oké. We zijn erachter gekomen dat hij het doet. Hij doet het, oké. Okay, zeer goed, zeer goed. Als jij die even aanzet, dan ga ik er gewoon even in, oké? Okay? Laten we gewoon even makkelijk beginnen. Waarschijnlijk kan ik ergens die laser stilzetten, zodat jij erheen kan. Dat is het plan. Of iets waardoor we die laser af kunnen buigen in dat putje daar zo. Zie me zwaaien. Oké, ik kan niet... Oh, wacht. Ik denk dat ik al wat zie. Ja, ik heb al wat hoor, Jordi. Hallo. Er is hier sowieso een knop. Dat vind ik wel mooi. En er is hier een bakje. Oh, je kan nog niet in, maar ik denk dat ik zo meteen op een of andere manier in die bak moet, want dan kan ik zo... Kan je naar beneden? Versnelling krijgen. Oh, wat? Dat kan ik wel. Ga naar beneden, doe je. Ik ga naar beneden. Oké. Okay. Oh, kijk, daar zit heel hoog. Wacht, ik ga even hierop staan. Wat gebeurt als ik dit doe? Wat gaat eruit dan? Hey, wacht even, ik kan naar je toe nu. Oh, ik heb ook een kubus naar mijn bek geflikkerd gekregen. Nee, wacht, wat doe die... Wacht, hè? Wacht. Oh, ik heb een kubus nodig, maar daarvoor moet je... Wacht even. Doe je niet... Wacht. Misschien red ik dat? Nee. Ik heb die kubus nodig, maar... Ja, kijk, daarvoor... ik kan hem hier doorheen wel lanceren, denk ik. Ja, kijk, maar daarvoor moet je eerst dit ding uitzetten en daarvoor moet je dus op die dinges... Perspijt kan staan. Ja. Oké, okay, dan weet ik precies hoe dat moet. Dan moet ik alleen even hier mijn rode portal kiezen, dan gaat dat toch goed. Hier zo. Oh, ik snap hem. Kijk, en dan gaat dat goed. Dus dat... Ja, het komt goed. Je moet hem wel vervangen, denk ik. Je moet even die funnel aanzetten, denk ik. Anders wacht, doe nog een keer. Nog een keer. Maar waar komt die kubus? Ik zie die kubus. Oh, daar komt hij net. Oh, nee. Ik had hem net aanstaan. Verdomme. Kom dan maar een keer, kubus. Komt-ie, ik vang hem, ik had hem net. Je moet die funnel aanzetten, Jordi. Welke funnel aanzetten? Waar ik net in zat, op de heenweg. Die van die cute dan op. Zeker weten? Ja. Ik ga proberen, wacht even. Oh, ik krijg naar told you. Kun je hem niet gewoon komen halen hier trouwens bij mij? Kan toch gewoon? Nee. Er zit geen muur tussen. Ik kan niet omhoog. Er zit wel een muur tussen trouwens. Echt waar? Die zo'n kleine muur ook. Is die er al? Ah, je had hem meteen moeten laten vallen, want nou is dat ding weer bij mij. Oh, godverdomme! Zeg dat dan! Nou, ik wil te kijken, waar blijft hij dan? Nou ja, je moet hem echt meteen weer laten vallen. Je moet hem heel even gaan stoppen. Ik weet niet of het mogelijk is, maar... God! Oké, deze moet ik goed timen. Nee, deze moet je echt timen, ja. We gaan het nog een keer proberen. Ah, damn it, ik ben een scheidhekel aan timing. Ja, dat weten we, Jordi. Als je iets niet kan, dan wel timen. Heb ik hem? Ja, ik heb hem! Nice! Kijk, dat gaat goed! Timing! Yep, ik vind tot nu toe zijn we redelijk goed bezig met deze map. Okay, dat is natuurlijk beter dan ervoor. Ja, die moet daarin, denk ik. Oké, dit doet wat. En dan gaan bij mij de lasers uit hier zo. Oké, dus jij kan doorlopen. Ik kan ook doorlopen. Oh, denk nice. Ik denk dat dat de eerste puzzel was misschien wel. Oh, maar we gaan niet jumpen dus. Ik denk niet jumping. Dat we... Kijk, hier is trouwens een turret. Alleen die bewaart dit blokje hier zo. Dat gaat niet zo heel goed. Rick, ik heb hier wat voor je, maar ik kan er alleen net niet bij volgens mij. Wat? Nee. Oh, kijk, hier is een stuiterenkamer, Jordi. Hier zo meteen. Een kamer vol met blauwe verf. Blauwe ballen. En daarom heet de kamer dus Jumping Balls. Want die hele kamer zit vol met blauwe stuiterende ballen, als je op mijn scherm kijkt. Blauwe ballen! Eén grote teringzooi. Maar oké, wat moeten we doen? Okay, ik kan weer naar jou toe springen, maar dan ga ik dood. Hier is een pressure plate. Je moet daar denk ik echt blijven. Je moet daar iets doen. Wat is dat? Wat je daar... Oh! Ja, die heb ik nodig. Heb ik wat goed gedaan? Ja, blijf maar gewoon staan. Oh, lichtbrug! Ik heb een bal. Oké. Ik heb een bal nodig hier. Meerdere zelfs. Oké, kan ik die... Wacht even. Ik ga hem proberen door die lasers heen te gooien. Aan het einde van je lichtbrug heb ik een portal staan momenteel. Nee, maar dat kan ik niet. Wacht even. Aan het einde van je lichtbrug... Ja, maar er zitten hier lasers voor me, Anus. De bal is bij mij. Oh, hij valt eraf. Niet eraf gaan! Sukkel! Ik heb je bal, Jordi. Het maakt niet uit. Ik heb je bal. Fucking tilbal dat je er bent. Oké, nu kan ik kan in principe nu naar jou toe. Wacht, ik wil even wat uitproberen. Ik kan naar jou toe, Jordi. Oké, ik kan deze dus weghalen. Nee, want dan gaan de lasers bij mij achter weer aan. Dat wil je niet. Laat staan, Jordi. Ik weet in ieder geval dat als we straks een ding nodig hebben, dan moeten we die weghalen daar. Ja. Dus als we straks een box nodig hebben, dan moeten we die daar straks weghalen.
Ja. Oké. Okay, dus, ik kan dus nu naar jou toe, zoals ik al zei. Ik ben er. Ja hoor, ik ben er. Waar ben je? Als jij, nee, wacht, ik heb een idee. Waarom, doe nog eens. Wat? Je, die knop? Op die knop. Ja, ik kan dus ook al naar jou toe. En ik zie dus bij mij... Als je op mijn scherm kijkt, bij die turret daar ligt nog steeds een cube. Waar ik momenteel niet bij kan. Wacht, ik moet hem eerst even... Zo, oké, ik kom eraan. Oké, cool. Ik kom eraan. Je ziet het. Oké, ja, we kunnen nu samen, dat is wel fijn. En ik kan hem loslaten. Er ging net een cube door de vliesje heen trouwens. Ik ga het loslaten nu. Oké. Ik kan hem, ja, oké. Dus ik weet niet wat ik hier doel daarvan? Maar, hey Jordi. Wat moet ik nu doen? Ja, dat weet ik dus niet. Ik heb hier een cube liggen, zoals ik al zei. Alleen, er staat een turret bij. Dus dat is niet zo mooi. Oké, dus moeten we eigenlijk gewoon de biotactiek doen. Oké, nee, die lichtbrug van jou, die moet hier zo. Hier. Verdomme. Dan blokkeren we die turret, zie je dat? Ja, oké, dus ik moet terug. Wacht even, ik ga eerst even de biotactiek doen. Let op, biotactiek! Ja, dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Soms werkt het, heel soms. Oh! Je hebt hem! Alleen, hij ligt nu nog verder weg. Ik red je! Ja! De biotechniek! Hex! De biotactiek! Ik zei hem! Hex! Get on my level! Oké, Alleen, die turret zitten wel nog steeds doen me dode verderf te zaaien, maar behalve dat... Ja, maar in principe toch helemaal niet kan nu dus, zeg maar, in mijn uppie alle drie de dingen die bij mij staan tegelijkertijd indrukken. Wacht even. Oké, dus komt er maar... Oh, wat doe je nou? Sorry, Jordi. God, ik spring er echt net naast. Je haalt hem net weg. Ik kijk echt veel te weinig op jouw schermpje, bro. Het is trouwens vet kut, want onze facecams zitten onder die gameplay. Dus ik druk iedere keer die gameplay in. En dan denk ik, oh fuck, er is één keer blauwe bal in bij mijn scherm. Huh? Eén keer een stuiterende bal in mijn beeld. Oh, die komt daar van die andere kant af. Je moet even wassen. Dan, als we de ballen wassen, dan stuiteren ze niet meer. Ballen okay, wassen. Blijf staan. Ik blijf staan. 3, 2, 1. Waag het niet, Rick. Waag het niet. Stuiterende bal. Wee! Later bal. Misschien kan ik hem vangen. Misschien kan ik hem... Misschien hey, moet ik hem vangen. Je kan het ding niet stilleggen, dus we hebben er niks aan. Oké, dus dit hier nu... Maar we hebben hier iets van twee fucking... Wat? Waarom hebben we hier twee... We kunnen gewoon langs die turret rennen, dat is geen probleem. Ja, dat kan nu gewoon. Maar dan moet je... Maar we hebben die stuiterende bal daarvoor nodig, dus... Wat de fuck doet dit? We hebben die stuiterende bal voor nodig. En dan kun je terug, kun je terug gaan naar jouw kant. Hier om de hoek. Laat je portal staan. Oké. Hier om de hoek is volgens mij die stuiterende bal nodig. Daar komen al die stuiterende ballen vandaan. Oh god, turret. What the fuck, heb je portal weggehaald? Nee, jij hebt je portal heel scheef gezet, vriend. Kijk dan. Oké, kan ik niks aan doen. Ik ga die stuiterbal doen. Je kan hem goed zetten. Kut, dat werkt niet. We kunnen beter gewoon samen die kant op. Ik denk dat we klaar zijn met deze room. Nee, volgens mij niet. We moeten hier nog wat doen. Ja, met de deel van de room waar ik ben, zijn we klaar, denk ik. Oké, kom maar gewoon hier naartoe. Ik weet niet of het werkt, maar... Hey, Jordi. Mag je niet doodgaan? Oh, kut. Ik ging net aan dood. Kut. Ah, wat doet dit? Dat zijn in ieder geval veel stuiteren in de ballen. Ik weet wat we moeten doen. Als we nu gewoon hier naartoe komen, dan zijn we klaar. Ik zit nu weer in die beginroom. Hoe kom je eruit, Jordi? Oh, je moet natuurlijk gewoon die katapult nemen, ja. Ah, kut. Nu moet ik het stukje doen wat jij er net hebt gedaan. Ja. Yeah. Most probably, yes. Oké, okay, maar is dat ik kan niet meer naar jou te komen, want ik heb echt een probleem met het stuiteren. Jordi, hoe de fuck deed je dit stukje eigenlijk van je, waar ik nu ben? Ja, ik moet dat dus doen voor jou nu. Ja, maar wat de fuck moet ik doen? Hoe deed je dit normaal? Ja, dat moet jij dus... Wacht even. Hoe? Wacht nou! Waar is die lichtbrug? Ik ben ermee bezig, Anus. Ik moet daar naartoe lopen. Wacht even, maar we hebben hier een tweede fucking box en die... Oh nee! Nee, start de bal, doe het niet! Start hem, man, nee! En lichtbrug. Pak hem! Dankjewel voor de lichtbrug. Oh, kut. Nou ja. Die lichtbrug heb je nu voor altijd, dus... Als het goed is wel, ja. Hoppatee. Kom maar aan, Jordi boy. Waar is dat liftje eigenlijk voor? Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ik ga die turret even oppakken en kapot maken. Natuurlijk wel eventjes, want jij faalt toch. Oh, je gaat hem even kapot maken, dat is wel een goed idee. Goed zo, Jordi. Nee, hij leeft nog, pak hem! Ik neem hem naar je mee. Finish him! Yay! Neem hem mee. Nou, nu kunnen we naar de room met de stuiterende ballen. Kunnen we eindelijk even kijken wat daar aan het handje is. Maar je bent er met de stuiterende ballen bezig. Kom maar aan, Rick. Nou, er zijn in ieder geval fucking veel verfmachines. Luister. Er zijn overal klokjes. Ja, nee, je drukt op die knop daar. Daar. Die knop daar zo. Die knop ja. Die daar. Ja, en dan stoppen alle machines waarschijnlijk even met... Ja, alle verfmachines stoppen er even bezig. Mee. Ik ben bezig. We moeten in hele korte tijd alle ballen wassen, Jordi. Hoe kan je die wassen dan? Ja, dit is hier een waterstraal, links in de hoek. Wat? Daar zo. Kijk, daar is een waterstraal. Kom hier! Dude, dit is niet cool. Dit is niet cool. Dit is echt niet cool. Wat? Wat is niet cool? Hij komt niet terug. Wat komt niet terug? Spawn niet!
Ik heb de bal niet. De bal wou niet terugkomen die ik hier had. Die stuit op de hele terrein en weer. Ja, maar je moet hem ook eens wassen. Ja, maar waar moet ik hem wassen dan? Hier. Hier daar zo. Daar is water. Oh, oké, okay, dus daar moet dus we moeten één voor één alle ballen wassen en in de bakjes leggen en dan winnen we. Okay, zou ik de knop indrukken? Ja. Als jij vast even een bal pak. Ik heb hem al. Oké, klaar om all your balls ready to be washed? Nee, nog niet, want hij ging kapot om de een of andere reden. Jordi, jij. Oké, en go. Was je ballen, snel Jordi. Ik heb hem gewassen, ik heb mijn bal gewassen. Oké, komt ie, wacht even. Ik kan die knop gewoon refreshen. Oh, kut. Ik dacht even dat alle ballen resetten, maar dat viel mee. Ik kan die knop gewoon zo vaak indrukken als je wil. Dus je hebt alle tijd in principe om alle ballen te wassen. Oké, dus dat is in principe niet zo heel erg. Oké, ik heb er... Ik heb er één. Hoeveel ballen, als we alle ballen daarin leggen, winnen we dan? Ze kunnen daar niet vies worden, toch, de ballen? Nee, dan kunnen ze volgens mij niet vies worden, nee. Oké, mooi, dat is mooi. Jumping ball. Gaat lekker zo, toch? Zullen we dat nummer zingen? Ken je dat nummer van AC/DC van... I've got big balls, you got big balls. Ik ben een hele fan van AC/DC, maar ik durf te wedden dat ik dat waarschijnlijk instinctief heb overgeslagen. Oh. I've got the biggest balls. Oké. Ik ga zweren dat het een nummer van AC/DC is, maar ik kan het ook fout hebben. Oh, pas op met die laser. Wat gebeurt? Wat doen die dingen eigenlijk? Oh, die gaan naar de deur doen, dus we moeten wel die ballen in een bakje hebben, ja? Ja, plus ze zetten die blauwe dingen stil, volgens mij. Die blauwe dingen uitspugen of zo. Oh, nice. Dat scheelt wel, ja. Ik probeer deze bal hier te pakken, want die is al gewassen. Straks hebben we deze video, hebben deze puzzel nog af voor het 15 minuten limiet, joh. Het is een video van te kort, maar we moeten goed zijn. Moeten we maar de rest van de 5 minuten opvullen. Oh, kut, druk sorry! Ik was vergeten de ballen. Godver, ik ben hem kwijt. Nou, hij is een beetje glibberig. Jordi, we hebben echt glibberige ballen dan. Dit is echt kut, man. Dit is echt kut. Je bent zelf kut. Wat doe je? Ik was je ballen. Druk die knop gewoon in. Dat doe ik. Nee, je drukt hem niet in. Jawel. Nee, ik raak de ballen kwijt. Kijk naar de tijd. Kijk naar de tijd op de muren. Die staat de hele tijd op een vol klokje. Doe gewoon mijn best. Welke tijd op de muur? Er zit geen tijd op de muur. Jawel, allemaal zit allemaal bij al die verfmachines in een klokje en die tikt af. Want ik sta de klokje iedere keer. Ik stuit er de hete overal. Ik wil daar niet naartoe, ik wil deze kant. Sukkel. You I silly. Ik moet eerst helemaal daar naartoe. Ik heb pijn in mijn vingers van het resetten van die klokje hoor, die schiet het op. Ja. Blijf hem even goed resetten dan, want ik raak de hele tijd die ballen kwijt. Ja, alleen die machines die schieten eventjes, op het moment dat ik op reset druk, dan schieten die machines een heel klein beetje verf af. Oké, wacht even. Oké, ik heb de ene laatste. Nog eentje dus? Nog eentje hierna, die mag jij doen. Oké, cool. Oh, wacht. Oh, okay. Wacht even. Als jij even mijn taak overneemt van de knop resetten, dan ga ik wachten die bal aan. Hier, ga maar naar de knop toe. Je moet even control indrukken, dan stuit hij je niet. Oh, dit is wel echt kut inderdaad. Oké, ik ben er. Oké, ik druk de knop in. Oké, hoor. Ik ga... Oh nee, overal verf. Ieder moment dat je op de knop drukt, dan schiet er heel even gauw verf alle kanten op soms. Dat is heel irritant. Dus je moet een beetje opletten waar ik ben als je indrukt. Het liefst ergens hoog in de lucht. Oké. Ja, reset hem maar gewoon even niet. Blijf maar gewoon van die knop af. Ik red het wel in de tijd. Oké, dan. Gaat de laatste bal. Je hebt het al gehaald. Je hebt het nu al gehaald. Ja, oké. En dan? Niet zo verwerpen. Stel, we hebben alle ballen in de bakjes. Wat moeten we dan? Hebben we dan gewonnen of moeten we nog wat doen? Nou, je moet die knop indrukken en dan moet je hier het hoekje om. Tada! Oké, ben je er? Ja, ik ben er. Je hoeft niet eens een knop in te drukken, ik kan gewoon lopen. Oh, je kan trouwens ook gewoon door dit vliesje en er zit dan een deur. Kan ik daar ook een portal plaatsen? Wauw, ik had daar ook gewoon een portal kunnen plaatsen. Waar? Ja, daar waar die ballen kan wassen. Dus waarschijnlijk had je het ook makkelijker kunnen doen door dat ding daar ja? te zetten waar het kon. Het had gemakkelijker gekund. Ja, dat is waar. Yay, je hebt het gewoon gehaald. You are not thinking with portals today. Yay. Hey, mogen niet binnen. Ja. Niet omhoog springen. Sorry. Doe het niet. Oh. Even control. Oh. Nee, ik wil terug. Nee. Jordi, waar bleef je? We komen eraan. Eten. Heb ik. Oké. En ik ben er. Oh, nee. What the fuck doe je? Ik ga weer stop. Ik probeer fucking terug te komen hier. Ja, dat lukt je. Hop. Doe ik! Ik ben binnen, zoek het maar uit. Dikke lul. Kom eraan, wacht even. Jordi, ik word echt verdrietig hiervan, weet je dat? Je maakt papa... Nee. Druk op control, aap! Wat is waarom? Omdat je nu al 2 minuten bezig bent om naar me toe te lopen. Oké, ik druk op control. Niks aan dan. Poepoe, wat een bevalling. Ah, jemig, bouncy balls. We worden hier wel beter in, Jordi. Ja, precies. Ook wel van volgende elkaars andere dingen. Oh ja, dat is echt. Dit is echt nog nooit gedaan in de geschiedenis van het Portal gedaan. Let's Playen samen. Nog
nooit eerder vertoonde beelden. Hallo. Hallo. Hallo Jordi. Hallo. 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 Hoi. Oké, Rick, hoeveel minuten zitten we? 15 minuten en 4 seconden. Oké, we hebben 15 minuten volgeluld. Yay! Yay, like! Hoppakee! Like, hoppatee, en een van de redenen tellen mijn likes voor 2. Oh, dat is gewoon het Portal 2 logo. Laat maar. waarom is het... Oh, de persoon die dit ontworpen heeft, zijn logo is gewoon zo'n zombie van Plants vs. Zombies. Oké. Okay. Nou, Brian, kijk voor deze testchamber. Moeten we nog meer Portal doen? Laat het achter, hè? In de comments in de vorm van Kingdom. Ja. Wij willen per Kingdom. Laat je favoriete Kingdom achter en dan kijk ik of daar een custom map van is. Waarschijnlijk niet. Dan kijken we deze aflevering. Vergeet even niet te liken voor de volgende aflevering. Doei! Doei! Bye!